Yo mensen van Oblivion Gaming. Ik ben Tom. Denk wel dat jullie me een beetje kennen ongeveer. Mijn YouTube kanaal is Tom de Ballon. Ik ben 15 jaar oud en ik ga hier de serie Call of Duty Ghost doen. Volgens mij hoor ik daar al iemand. Ik ga deze keer snipen. En ik ging lekker dit laatste potje, jongen. Ik hoop dat het weer opnieuw is. Ik speelde toen Dropzone, wat speel ik nu? Team Deathmatch. Wat minder, maar we moeten het er maar mee gaan doen. Daar komen ze dadelijk. Ik zeg niet dat ik ga quickscope, ik zeg gewoon ik ga... Daar, woppa. Ik ga gewoon snipen. Quickscope kan ik wel. Ga ik dit potje even overslaan? Ja, misschien een paar quickscopes of zo. En ik krijg het nu al om mijn oren heen, jongen. Ik zie ze links, ik zie ze rechts, ik zie ze vliegen. Zo. Oh, shit, jongen. Daar zitten altijd snipers. Altijd. Ik heb daar zo'n bloedhekel aan, hè. Ik ben toch blij dat ik... Hoe kan ik die missen? Oh, hoe kan ik die missen? Dat ging mee... Oh. In de sky, hoor. Daar zit die, hoor. De vieze camper. Heeft hij me opgerot. Hoppa, double kill. Oh! Dacht wel dat ik hem had, hoor. En het is dubbel XP weekend. Daarom speel ik ook Strike Zone. Ik speel by the way op de Xbox. Die mensen die het willen vragen. Wat nog meer? Ik zit in een clan. Ja, het clan kanaal. Wordt ook wel, ik denk wel in de beschrijving gezet door Jelle. Tenminste hoop ik of ik doe het zelf als ik de permissions voor heb. Moet je me wel geven. Ik sta 7 op 9, man. Wauw. En ik vraag me af welke Call of Duty jullie het leukste vinden. Of vinden jullie Battlefield het leukste? Dus welke Call of Duty... Of Battlefield vinden jullie het leukste? Want ik ken al eeuwenlang de oorlog tussen Battlefield en... Oh shit. Wauw. Schaammomentje. Kut, reloaden terug. Zo. Maar ja, de oorlog is al vrij... Of ja, oorlog... Er is altijd concurrentie geweest tussen Battlefield en Call of Duty. Dus ik wil wel eens weten... welke jullie nou het beste vinden? Want... en ook welke Call of Duty jullie het best vinden, natuurlijk, joh. Op welke Battlefield? Zeg het me, want ik wil het graag weten. Want ik kan ook Battlefield spelen. Alleen niet... Ja, Battlefield 4 kan ik wel uiteindelijk voor jullie gaan spelen als jullie willen. Maar moet ik hem... Ja, ga ik hem eerst kopen natuurlijk. Maar... Want ik ben een Call of Duty... Ja, het was een beetje mixed feeling, snap je. Toen kwam Battlefield weer. Toen kwam Call of Duty weer. En, ja, het is gewoon... Ik heb 10 op 15, wauw. En, ja, hoe heet het? Wauw, ik moet echt... De langst dat kan ik wel, maar... Nee. Maar ja, welke vinden jullie dus het beste? Even ragen. Ik moet me echt inhouden. Normaal trap ik dan altijd wel een stoel om of zo. Gooi me in een stoel, maar... Ga weg, kut camper. Fucking 12! Op 18! Wat zijn wij slecht, jongen. Wow.
Wat is dit slecht, jongen? Zal ik dan nogmaals een... ja, ik doe nog wel een pootje. We zitten nu 5 minuten en 20 seconden te recorden. Moet kunnen. Kill confirmed. Ja, kill confirmed dan maar. Ik kan een snow can werken door de automel. Zoals jullie kunnen zien speel ik... Nee. Lief lobby, kom. Joinen. Nou, is zo goed. Maar ja, wat spelen jullie meeste dan? Of krenkt is ook wel leuk. Ik bedoel, natuurlijk kunnen jullie, of zijn jullie echte Call of Duty fans? Ik weet van een paar wel dat, of een paar kijkers denk ik wel, dat jullie echte Call of Duty fans zijn. Jelle doet ook Call of Duty Black Ops 2, alleen dat zombies. Maar ik vind dat ik game moet proberen om multiplayer, dat hij, ja, gewoon moet proberen. Wacht even, sorry. Maar gewoon moet proberen een keer multiplayer te doen. Ik weet niet hoe het zit bij hem, kan hij dat? Kan zijn internet dat aan, kan, noem maar op, zullen maar, ik zeg maar niks. Dadelijk vindt hij dat als een belediging, nee. Denk niet hoor, maar hoe heet het? Ja, wat vinden jullie wat Jelle moeten doen? Ik bedoel, ik vind dat hij gewoon ook een keer Black Ops 2 online mag spelen. Er zijn veel console multiplayer gameplays. Maar oh shit, jongen. Maar ik wil wel eens zien dat Jelle online gaat. Natuurlijk, The Night Kill. Als ik across the map doe. Ja, dan kan het niet denyen. Of dan kan die niet confirmen, nee. Of ja, across the map, ho. Zullen we maar niet overdrijven, zou ik maar zeggen. Oh, was dat double kill? Dat leek op een double kill, hoor. Enemy satcom spotted. Ga toch weg, man. Hoppa, weer ranked up. Oh, earn one kill while prone. Ik heb weer die field orders pakken, hoor. Maar ik wist nog niet eens wat mijn field order was. En ik keek ook niet wat het was, dus... Oh shit. Ah, die heeft het nieuwe wapen, de Ripper of zoiets. De Reaper. Noem maar op. 6 op 7, wauw. Ik ga weer niet al te best, hoor. Dat hoorde ik. Ik hoorde... Oh, even op dat ding komen. Oh, wauw. Laat maar. Dat was te veneen. Enemy behind, kut. Dit is meer een open map, dus... Oh, rot is... Kuthond! Oh, shit, jongen. Flikker toch eens op met je macro skin of wat het ook was. Oh, kut. Niet dat hij hype me vindt. Wauw. Nee, ik wil niet doodgaan. Dat hij me niet zag. Wauw. En dat ik misschoot. Dat was nog erger. Wauw.
Wauw, 8 op 12. Rot toch eens op, jongen. Ik ga niet echt lekker nu. Nee. Ik ging één potje. Dat ging echt lekker. Gewoon 27 op 10 of zo. Nee, 28 op 10, ja. Ik had ook nog Final Kill en zo. Maar. The Night Kill. Ja, kon ik niks aan doen. Ik heb er tenminste eentje. Ik heb wel Scavenger erop kunnen krijgen. Maar ja. Iemand riep zo'n hondje erbij, volgens mij. Ja. Ik vind dat de honden hier retard op blaffen. Ik zo, auw. Oh, dat is een wolf. Ook goed. Kijk meer naar die hond dan naar de tegenstanders. Dan krijg je dat, ja. Is niet echt bepaald goed. Wauw. Weer mis. Oh. Het gaat lekker, jongens. Hoppa, eindelijk. Ik heb zo'n hekel daaraan, hè. Tuurlijk, vieze backkeeper. Ook het granaat. Echt, jongens, in de rug komen ze allemaal. Loop ik die kant op, komen ze daar in de rug. Slide. Ik heb er nog eentje kunnen meenemen. Even die dog tag retrieven. Oh nee, dan gaat hij retrieven voor mij. Ga toch weg, jongen. Oh, nice, nice. Dat ging even lekker. Ik kon er minstens een heel team uithalen, want ze stonden allemaal in de richting, maar... Maar ze gingen flanken, dat was helaas jammer. Even overswitchen naar mijn weapon. Wauw, ik ging voor die laatste, toen kwam de sprong die eruit, jammer. Ga toch weg, jongen, met je kut assist. Boah. Alsjeblieft oprotten. Niet de rondjes gaan rennen, word ik duizelig van. Nee. Ga weg, jongen. Niemand mag. Niemand mag jou. Ze 13 minuten gekort. Ik vind het goed geweest. Hou je kop, jongens. Ik zweer, jongen. Ik kom naar je land. Ik sla je kapot. Maar in ieder geval, dankjewel voor het kijken. Echt, geef een blauw duimpje als je het mooi vond. Ja, mooi vond of leuk vond. Ik ga het vaker doen. God is op kut, Frans. Maar in ieder geval, dankjewel voor het kijken. En dan zie ik jullie de volgende keer. Later.